Mix Renangro is een productie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, IZ. In deze aflevering zullen wij het hebben over het basis- en strategische goederenproject. Onderdirecteur Gerrita Vient van Interne Markt vertelt hoe dit project tot stand is gekomen en wat voor voordelen het heeft voor de consument. De afdeling is sinds februari 2017 gestart met het basis- en strategische goederenproject. Het project van de basis- en strategische goederen is tot stand gekomen. Die is gekoppeld aan de taakstelling van het ministerie. Het ministerie heeft onder andere als taakstelling de beheersing van de kosten van levensonderhoud, waaraan ook gekoppeld is de controle, het toezicht op handels, industriële en dienstverlenende activiteiten, de vaststelling en beheersing van de controle op prijzen, welke dus plaatsvindt door de Economische Controledienst. Hoeveel basis- en strategische goederen zijn vrijgesteld van invoerrechten? De lijst van de basis- en strategische goederen bestaat uit 23 goederen die zijn vrijgesteld van de invoerrechten, consentrecht en de gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht. De goederen die onder andere zijn opgenomen, zijn onder andere aardappelen, kindervoeding, bruine bonen, uien, witte suiker, witte bonen. Dat zijn dus enkele goederen. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling? De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling is dat je sowieso importeur moet zijn van deze basisgoederen. Want het zijn eigenlijk deze basisgoederen die zijn vrijgesteld van de invoerrechten, consentrecht en de gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht. Waaraan de importeur moet voldoen is namelijk het overleggen van documenten. Waaronder het invullen van een H03-vorm en dat gebeurt op de afdeling IUD, op het ministerie van Economische Zaken. De bill of lading moet worden aangetoond. Een pro forma invoice, alle kosten die de importeur heeft gemaakt om te komen tot de eindberekening van de kostprijs van zo'n product. Dit document wordt geüpload in het SASW-systeem en het wordt dus middels een kostprijscalculatiemodel wordt het beoordeeld door de afdeling AEB, Algemeen Economisch Beleid. Wat gebeurt er na de indiening van de aanvragen voor vrijstelling van importheffingen door de importeur? Nadat de importeur alle gevraagde documenten heeft ingediend, H03-vorm, pro forma invoice, bill of lading en alle andere invoices die van de kosten die door de importeur zijn gemaakt, wordt er op basis van het kostprijscalculatiemodel een groothandelsprijs en een kleinhandelsprijs door de afdeling AEB berekend, waarna er een publicatielijst uitkomt van alle goederen die door de importeurs in de twee weken zijn ingediend met de groothandels- en kleinhandelsprijs. Van welke factoren zijn de ingediende en goedgekeurde prijzen geheel afhankelijk? De prijzen van de goederen die voorkomen op de lijst van de basis- en strategische goederen zijn afhankelijk van de wisselkoers. En dat merken we. Bij elke verandering van de wisselkoers merken we dat een impact heeft op de prijs van de basisgoederen. De CIF-prijzen de CIF-prijzen, dat is dus de FOB-prijs met vracht en assurantie erbij. Dat wordt dus de CIF-prijs genoemd. De brandstofprijzen hebben ook een impact op de consumentenprijzen. En we zijn als Suriname, als land, dus ook afhankelijk van de wereldinvloeden. Denk maar aan de wereldmarktprijzen die ook van invloed zijn op de kleinhandelsprijzen. En natuurlijk ook de bedrijfskosten van de importeur. Die zijn onder andere alle kosten die de importeur maakt vanaf de haven tot naar de magazijn. Wat is de inbreng van het ministerie van IZ met betrekking tot de basis- en strategische goederenproject?
behalve dat er vrijstellingen worden gegeven om de prijs van deze goederen te drukken en dat er een kostprijscalculatiemodel wordt gemaakt om te komen tot de uiteindelijke prijs van deze goederen, wordt er ook nog controle uitgeoefend. Als winkeliers en ook de importeurs zich houden aan de prijs van deze goederen. De groothandelsprijs en de kleinhandelsprijs van deze goederen. En dat wordt dus gedaan door de Economische Controledienst. Het ministerie publiceert om de 2 weken een publicatielijst en het blijkt dat de prijzen op deze lijst verschillen met die in de winkels. Hoe komt dat? De groothandelsprijzen verschillen omdat niet alle importeurs gebruik maken van de invoerrechte vrijstelling. De kleinhandelsprijzen verschillen omdat we allemaal weten dat de importeurs importeren. De goederen die gaan naar de magazijn, maar daartussen heb je dan leveranciers, tussenhandelaren die de goederen naar de winkeliers toe brengen. En het hangt dan ook van de afstand af, want in de verre gebieden gaan we een ander prijs zien van de goederen. Daar spelen dan andere factoren een rol. Maar bovenal zien we dat de tussenhandelaren die in die hele keten voorkomen vanaf levering van de importeur naar de winkelier, dat ook een impact heeft op de prijsverschillen in de winkels. Voor klachten kunt u een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8530915. Of telefonisch kunt u contact opnemen op het nummer 402080, extensie 1053. Of op het verkortnummer 1940.